Een hele goede morgen, allemaal beste vrienden. Goed u hier te mogen treffen. Op deze derde zondag van de maand juni. En dat betekent dus. Ja, velen van u zal het toch niet ontgaan zijn dat het vandaag Vaderdag is. En met de agenda, zoals die gangbaar is in de wereld. hadden we in deze samenkomsten er niet al te veel rekening. Wat mij betreft, terecht. Maar dit lijkt me toch een hele aardige opstap om eens wat dieper door te dringen tot de kern van de zaak. Namelijk, wat is dat nu eigenlijk, vaderschap? En wat is daarbij ook het model daarvan? En dus niet zozeer de vraag, uh, hoe doe je dat nou? U, u kent het, hè? De, de uitspraak. Of, uh, ja, het spreekwoord dat zegt vader worden is een gunst, maar vaders zijn een hele kunst. En de kunstjes daarachter, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, dat is niet het onderwerp. Het gaat eigenlijk nog dieper, niet zozeer hoe ben je vader, maar wat is vaderschap. Niet hoe zou je als vader moeten zijn. Maar wat betekent het dat ik, of dat men, vader is? Of wat betekent het dat iemand je vader is? Wat is de essentie daar nu van? En het is om die reden ook dat we begonnen zijn, en zojuist is het voorgelezen, het Bijbelgedeelte in Efeze 3. Waar Paulus juist in het voorgaande zulke. Onvoorstelbare grootste dingen naar voren heeft gebracht. Over dat wat ons bezit is, ons, ik bedoel wij die mogen geloven aan wie dat geschenk is gegeven. Ook dat staat in Efeze 2. Het is geen enkele roem als hij je ogen heeft geopend, prijs hem. Met het uitzicht dat hij al die ogen gaat openen, maar daarover straks nog even meer. Hij had geweldige dingen verteld over wat ons bezit is. Wat ons eigendom is, wat onze positie is, onze plaats, maar ook daarmee onze toekomst voor wat betreft ja, de komende wereldtijdperken, de komende Ajonen. in Christus, te midden van de hemelse. Het uitzicht is zo enorm wijd. En als Paulus al die dingen naar voren gebracht heeft, dan, dan gaat hij zijn knieën buigen. Dat zegt hij ook. Het is in feite dus het navolgende vanaf vers 14 tot 21, wat zojuist dus is voorgelezen. Dat is eigenlijk gewoon een gebed. Ik zeg eigenlijk, het is, het is een gebed. En daarbij bidt hij dat zijn lezers werkelijk zouden beseffen wat zij hebben ontvangen. Wat hun bezit is. Want het is één ding natuurlijk. Om gigantisch rijk te zijn, maar wat heb je eraan als je dat niet weet? Dan kun je nog straatarm leven. En dat vind ik nou echt zonde. Het, de geweldige waarheid is dat wij namelijk, en dat kunt u trouwens ook lezen in het navolgende, het is, het is zojuist voorgelezen, die enorme rijkdom die we hebben ontvangen, ja, maar dat je het ook je gaat realiseren zodat je elke dag in je leven ook op dat niveau leeft. Niet armetierig, maar naar de status die je hebt ontvangen. Nou, en ten gunste daarvan, of ter wille daarvan, buigt Paulus zijn knieën voor de Vader. En dan, dan zegt hij vanuit. Wie elk vaderschap in hemel en op aarde wordt genoemd. Moet ik even toelichten, want als u een MBG-vertaling hebt of een staartvertaling en ik denk ook andere vertalingen, staat het woordje vaderschap hier niet. En, maar in het origineel wel, en dat wil ik straks graag even toelichten. Eerst even dat woord vader. Het Griekse woord daarvoor is net als in het Latijn pater. En dat is wat hier dus door Paulus is opgetekend. Hij buigt zijn knieën voor God. En die is vader. En dan vervolgens staat er vanuit wie elk vaderschap in hemel en op aarde wordt genoemd. En hier staat in feite een vrijwel identiek woord: niet patera, maar patria. En daar zie je nog steeds datzelfde grondwoord in. En dat betekent eigenlijk letterlijk. Het zijn van vader, oftewel vaderschap. De mbg vertaling de statenvertaling, en dat, in datzelfde fenomeen zie je ook in, in andere talen, in het Engels, in het Duits. Uh, die geven het dan niet zo weer. En dat is geen kritiek, helemaal niet, want ja, je, het, 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 het klinkt ook wat vreemd. Maar het punt is dat men dan vertaalt, uh, het woord vertaalt met geslacht, of eventueel elders. Het woord komt uh, nog een paar keer voor in het Nieuwe Testament met een stam. En het idee daarbij is dat een, een, een geslacht of een familie, ik geloof dat de, de vertaling dat heeft, een familie, een gezin, een geslacht of van mijn part zelfs een hele stam, gebaseerd is op en zijn oorsprong vindt in vader. Vader. Is degene die aan het begin staat, de oorsprong, de origine is. van dat wat hij ja, heeft voortgebracht? Zijn nazaat. En dat kan, ja, we, zijn, we hebben vele woorden die daarmee gekoppeld zijn. In feite is ook een grootvader een vader. Een stamvader, een aartsvader. Trouwens, het woordje aartsvader, dat is het woord patriarch. En dat is wel grappig. Want wij spreken dan ook nog wel over, uh, zoals dat in, uh, van ouds uh, ook geregeld was, families waren eigenlijk ook patriarchaal. Dat wil zeggen, de vader, en wij hebben daar denk ik uh, in de loop van de tijd, modern als wij zijn, hè, verlicht, denken we dan, uh, kijken daar zo uh, heel paternalistisch, als ik dat zo even mag zeggen, kijken daarop neer, uh, van... Ja, zonder tijd dacht men nog heel patriarchaal. Maar het idee is juist uh, dat dat patriarchale concept, dat wil zeggen de, de familie met de vader, de paterfamilias, kent u dat woord? Uh, de, degene die eigenlijk ja, centraal staat in de familie, niet als de baas. Dat is het idee niet. Dat is juist dat misconcept waardoor we het. Waardoor we er heel negatief ook tegen aankijken. Degene die dicteert. Nee, het is de oorsprong en daarmee feitelijk ook de basis, het fundament. Degene ook die verantwoordelijk is voor dat gezin. Voor die familie voor mijn part zelfs de hele stam. Hij staat daarin... Uh, centraal, hij is het begin en daarmee ook degene die verantwoordelijk is voor het hele welzijn. Dus de rol van vader is enorm groot. Dus vandaar dus dat men in de vertalingen dat weergeeft met geslacht, maar het idee is, een geslacht, een familie, is gecentreerd rond een vader. En nou moet je nog eens een keertje goed naar die tekst kijken, want dan staat er dit. Paulus buigt zijn knieën voor de vader en dan zegt hij: Vanuit wie? Elk vaderschap in hemelen en op aarde. Dus je hebt ook families in de hemelen. Wat dat is, daar gaan we het nu vanmorgen niet over hebben. Maar uh, dat op aarde kennen we maar al te goed: hè. Een gezin, een familie, een stam. Maar dat zijn allemaal clans, wel, op welk niveau dan ook, rond een vader. Nou, dat is. Nou, staat hier vanuit wie elk vaderschap in hemelen boven, op aarde beneden, wordt genoemd. Kijk nou eens goed naar die tekst. Het is dus niet, ik heb dat vroeger altijd gedacht. Totdat ik gecorrigeerd werd, gewoon door de schrift zelf. Namelijk dat wij God als vader aanspreken. Ja, waarom? Dat is dan een metafoor, een beeld. Waarom? Omdat we ja, hier op aarde. Hè, Vaders kennen. En, en omdat we dat fenomeen van vaderschap hier op aarde kennen, noemen we God, bij wijze van spreken, vader. Zo dacht, zo dacht ik altijd. En ik, en ik kan me zo voorstellen dat velen van u daar ook zo over denken. Maar Paulus zegt: Het is precies omgekeerd. Dat vaderschap of dat nou hemels of aards van, aarde, van aard is, het is vernoemd of genoemd naar God de Vader. Het is dus niet God de Vader die wordt vernoemd naar het vaderschap dat we hier hebben, nee, het origineel, het model, het prototype van vaderschap, dat is God, Hij is de eerste. Hij is de Vader. En het vaderschap dat we hier op aarde kennen, dat is daar in het beste geval een kopie van. Een type of een afbeelding. Ziet u hoe het heel anders is? Dat is trouwens ook van groot belang, ook in praktisch opzicht, want ik weet dat velen, uh, ja, en dat is misschien een wat pijnlijke gedachte, maar ik kan me goed voorstellen dat dat bij heel wat mensen zo ook leeft: die moeite hebben met het concept, de hele gedachte, of het aanroepen van God als vader vanwege hun eigen slechte ervaringen met hun vader. Ja, je zal maar. Mishandeld of misbruikt zijn, of in ander opzicht een afwezige vader altijd hebben gehad. En dan God vader noemen, dat, dat ligt lastig. Maar wat je dan feitelijk doet, is het vaderschap dat je hier op aarde kent, projecteren op God. Maar het is precies omgekeerd. En dat lijkt mij een geweldige verlichtende en ook verlossende gedachte. Het is namelijk precies omgekeerd. Hij is het prototype. En een vader, het vaderschap hier op aarde, mag daar een projectie van zijn. Nee, eigenlijk is het. Het is daar een projectie van, of een kopie. Het is daarnaar vernoemd. Het feit dat ik vader mag zijn, dat is dat ik, dat, dat zo genoemd wordt, dat is vernoemd naar het feit dat God werkelijk vader is. En u begrijpt, er is altijd een wereld van verschil tussen het, in dit geval zeker, tussen het origineel en de kopie. In het beste geval benadert het enigszins en mag je daar inderdaad naar verwijzen. Maar in feite is het dat hele wezen, het, 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 de kloof van vaderschap, is ook een geweldige verantwoordelijkheid. Het heeft helemaal niets te maken met dat je, dat je meer bent, of al, al helemaal niet de baas. Het, het geeft aan hoe enorm groot de verantwoordelijkheid is. die je hebt, namelijk dat je een, een type bent van, van God. Laat ik nog eens wat, wat dieper daarop ingaan: op dat Vaderschap van God. Want dat kun je op allerlei manieren ook beschouwen. God als vader. Ja, in de eerste plaats denk je dan toch aan het feit dat hij degene is. ja, die de oorsprong is, de bron van heel zijn schepping. Dat is een hele Bijbelse gedachte. Ik heb destijds uh, wel kritiek gehoord op uh, de gedachte dat op dat lied dat we. Nou ja, dat vroeger wel eens zong. Kinderen van één vader zijn wij allemaal. En toen de kritiek was daarop dat dat niet juist zou zijn, want God is slechts een vader van de gelovigen. Ik kom daar straks nog even op terug, want de gedachte is niet helemaal onterecht, maar ook niet juist. Dat kan. Er zitten verschillende kanten aan en daarom wil ik daar eventjes op, op doorgaan. Want in de eerste plaats, en dat is van oudsher de, het hele idee in de schrift: dat God een vader is van heel zijn schepping als geheel, maar daarmee ook van elk schepsel, elk creatuur afzonderlijk. Ik zal u een voorbeeld geven, want u wilt natuurlijk wel de bonnetjes. Malachi 2, daar lees je zoiets. Daar zegt, dat zijn twee retorische vragen, dat wil zeggen in, het, in de vraag zelf ligt het antwoord al besloten. Daar zegt Malachi dit, hebben wij niet allen één vader? En wat bedoelt hij dan? En dan herhaalt hij feitelijk de vraag, maar dan op een andere manier geformuleerd, maar dat, het feit dat dat dan parallel loopt, dan zie je ook meteen wat hij daarmee bedoelt. Heeft niet één God ons geschapen? De vader is degene die creëert, procreëert, degene die voortbrengt. Wel, waar is deze schepping uit voortgekomen? Ja, u zegt God is de schepper. Ja, maar dat betekent dat Hij daarmee dus ook de vader is. Heel de schepping komt uit Hem voort. Dat maakt Hem God, maar meer nog, vader. Hij is onze schepper. Dat is een geweldige gedachte. Dat het, het, het feit dat elke creatuur Hem zo mag noemen, dat is niet exclusief voor een bepaalde groep. Nee, dat is het. Ja, nou zal ik het zeggen? Het, ja, dat is een mooie, mooie beeldspraak. Dat is het geboorterecht van ieder schepsel. Ieder mag Hem vader noemen. Waarom? Hij is je bedenker. De ontwerper, de designer, de schepper. Wat wil je nog meer? Nog één, Handelingen 17. Daar staat Paulus, dat is het, de hele context. Paulus is daar in Athene, en daar staat hij daar op de Areopagus en in een kring van allemaal filosofische scholen. En dan wordt hij op een gegeven ogenblik meer of meer ter verantwoording geroepen. Hij wordt gevraagd of hij misschien niet uh, ook zijn verhaal wil vertellen. Nou, dat moet je aan Paulus. Uh, hoef je niet twee keer te vragen natuurlijk. Als je echt wat te melden hebt, een goed bericht. En dat had hij. En dan uh, wat hij zo dat is zo leuk. In feite is het een. Hij refereert in, in die toespraak aan allerlei schriftuurlijke waarheden, zonder ook maar één keer de schrift letterlijk te citeren. Wat hij wel trouwens doet, hij citeert nooit de schrift in dit gedeelte. Dat zou ook geen indruk hebben gemaakt in dat gezelschap, want ja, in. Onder de, in de synagoge, ja, dan, zou, dan doet hij de Bijbel open, de tenag. Maar in, in zo'n gezelschap, dan had het geen zin om te zeggen, de schrift zegt, want dat zei hen helemaal niets. Wat hij doet, is aansluiten ook bij het gedachtegoed dat die heidenen hadden, de natieën, de, die filosofische scholen. En dan, ha, dan citeert hij een, een, een wijsgeer uit die dagen. En dat schijnt uit een, een gedicht te komen. Dus Paulus was, uh, kende zijn uh, klassieken, zeg maar. En dan citeert hij een poëet, een wijsgeer, en dan zegt hij: wij zijn ook van Gods geslacht. Leuk, hè? Want dan zegt Paulus dus tegen dat gezelschap van volstrekt onwetende: wij, ik, maar jullie ook, luisteraars. Hè, dat, ik citeer nu even Paulus, hè? Ik maar jullie ook, luisteraars, jullie zijn van Gods geslacht. Dat wil zeggen, jullie zijn voortgekomen uit Zijn, ja, uit zijn wezen. Hij is jullie vader, dat is uh, met andere woorden. Hij is, uh, wij behoren allemaal tot Zijn familie, wij zijn uit Hem. Dus ook Paulus die, die sluit zijn heidense toehoorders, helemaal nog geen gelovigen, later blijkt dan dat er maar een enkeling uit het gezelschap inderdaad oor heeft naar wat hij te melden heeft, maar het maakt niet uit, dit is namelijk niet iets wat je moet verwerven of wat je, wat je pas later in later instantie door een bepaalde actie van jou uh, verkrijgt, niets van het al. Het loutere feit dat je een schepsel bent en hoef je niks voor te doen, dat, dat ben je gewoon. Dat is een, dat is, voor zover dat een prestatie is, is dat zijn prestatie. Dat is zijn actie. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft jou voortgebracht en bedacht. En dat betekent, je bent van zijn geslacht. Hij is jouw vader. Nou, ik, kan, ik had meer schriftplaatsen kunnen noemen, maar ik wilde het even bij deze twee getuigen houden. Dan moet de zaak ook vaststaan, toch? Nog een, een speciaal aspect die heel dikwijls in de Bijbel benadrukt, in het Nieuwe Testament automatisch dan vooral. En dat is dat God op een hele bijzondere wijze vader is van Jezus Christus. En de reden daarvoor uh, hoeft niet zo moeilijk te zijn. Er zijn trouwens ook zelfs nog verschillende redenen daarvoor. Maar laat ik me even beperken tot wat ooit de hemelse boodschapper zei tegen Maria. toen haar werd aangekondigd dat ze zwanger zou worden. En dan lees je in Lucas 1 het volgende: En de boodschapper, de engel dus. die antwoordde. op de vraag van Maria. en zei tot haar. Heilige Geest, is dus niet zomaar menselijke Geest, nee Geest van God, Heilige Geest zal op jou komen. Oftewel, kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen. En let op, en daarom, hier komt dus geen enkele, uh, geen menselijke tussenkomst, uh, is hier sprake van. Uh, er is geen sprake van een menselijke vader. Dit is volstrekt uniek. Maria zou zwanger worden, want dat was de vraag van Maria. Hoe, dan, hoe zal dat dan gebeuren? Nou, de ant uh, hij antwoordde haar. Heilige Geest zal op jou komen en kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen. Ik bedoel, dat is volstrekt uniek. Geen mens uh, kan dat uh, nazeggen. Eh, namelijk dat, dat je voortgekomen bent. Nou, Jezus had een moeder, een menselijke moeder, geen menselijke vader. En daarom, dat is wat die boodschapper dan tegen haar zegt, daarom zal het heilige dat verwekt wordt, zoon van God worden genoemd. Maar dat is uniek. Dat maakt ook inderdaad, en dat verklaart ook uh, daarmee meteen, wat je in, met name in de Johannesbrieven nogal eens vindt, dat Jezus genoemd wordt de enig geboren zoon van God. Eigenlijk de, en daarmee dus de unieke zoon van God. Dus dat is weer vaderschap op een, ja, op een heel exclusieve wijze. Niemand is op die wijze zoon of kind van God. Hij is namelijk door God zelf... Verwekt. Bij een vrouw. Maar dat kwam omdat het woord. En de geest. En de kracht van de Allerhoogste. Over Maria kwam. Sommige mensen hebben er heel veel moeite met zulke. Met zo'n wonder. Maar. Ach. Ja, ik denk altijd. Waar, waarom zou dat zo moeilijk zijn? Ik, juist van de week. Begin van de week. Heb ik nog een, een prachtige. Hoe noemen ze dat? Een timelapse gezien van een weer, want ik krijg zoiets heel graag. Over de zwangerschap. Hoe dat zo in negen maanden zich voltrekt. En als je dat dan in een video ziet afgebeeld. Want ze kunnen dat allemaal prachtig natuurlijk tegenwoordig vastleggen op de beeldplaat. En hoe onvoorstelbaar het is dat. hoe een mens, maar u en ik dus. ooit tot stand gekomen zijn. Door twee onogelijke celletjes bij elkaar komend en, en dat, ja, dat ontstaat zo en dan na negen maanden is het zover. Dat is een volstrekt godswonder. Het ieder, en, en als mensen dan zeggen, maar hoe kan, hoe kan God dan dat op deze manier doen? Oké, okay, dit is uniek, maar is het op zich, ik aarzel het om het op deze manier zo de vraag voor te leggen, maar is het op zich het ene wonderlijker dan het andere? Nou ja, oké. Okay. Je zou kunnen zeggen, het ene is een wonder en het andere is een wonder boven laten wonder. Laten we het zo inhouden. Ja. Dit is inderdaad een wonder. Maar dat maakt de Heer Jezus Christus inderdaad tot een heel bijzonder. We hebben het ook zojuist trouwens gezongen. Hè? Dat wij zingen van Jezus. En dan, de Zoon van God is Hij. Ja. De zoon van God, namelijk de unieke, de enige geboren zoon van God. Je leest trouwens later, ik kan het niet nalaten om dat er ook nog even bij te vertellen, dat wordt dan al geprofiteerd in, in de psalm, in psalm 2, dat God tegen hem zegt, Yahweh zegt tegen, tegen hem, mijn zoon ben jij, ik heb jouw heden verwekt. En dan blijkt het, ik ga het nu niet bewijzen, maar dan blijkt dat dat gaat over de opstanding, dat toen heeft God hem opnieuw, Verwekt, namelijk uit de doden. Ja, dat maakt zijn zoonschap nog unieker. Dus ook daar zitten nog weer verschillende kanten aan. U ziet wel dat als je het hebt over het feit dat God vader is, daar zitten allerlei, het is een diamant, het heeft allerlei kanten. En een paar van die zijden, van die facetten, wil ik voor, vanmorgen belichten. Juist ook om daar wat ja, bijbels licht op te werpen. Ja, waarom doe je anders de schrift open, niet En dan, nog één. God als vader van het nieuwe leven, namelijk van de gelovigen nu. En hier kom je even, uh, komen we alsnog uit bij dat kritiekpunt. Hè? Namelijk op dat lied van kinderen van een vader zijn wij allemaal. En dan de tegenwerping, ja maar zegt de schrift ook niet dat hij juist de vader is van de gelovigen. Hè? In sommige kringen is het erg bekend dat wat je leest in Johannes 1: Alle die hem aangenomen hebben of alle die hem ontvangen hebben, heeft hij recht gegeven om kinderen gods te worden. Dat is een, dat is een bijzonder kindschap, maar dan hebben we het over het, het, het feit dat hij de vader is ook van, het, van de nieuwe schepping. Dat wil zeggen, een schepping die de dood voorbij is, van het nieuwe leven. Ik wil u een voorbeeld geven. Titus 3 zou ik kunnen zeggen, geven, maar ik, de mooiste vind ik in 1 Petrus 1. Daar schrijft Petrus het volgende, dat is een zijn aanhef van de brief. Gezegend de God en Vader, daar heb je hem, van onze Heer, namelijk Jezus Christus. Die, na zijn grote ontferming ons opnieuw verwekt in de nbg verdaling staat weder... Uh, uh, hoe staat dat nou precies? Eh uh, heeft doen wedergeboren worden. Ja, zo was die. Heeft doen wedergeboren worden. Maar letterlijk staat er. Die ons opnieuw verwekt. Tot een levende hoop. Namelijk door de opstanding van Jezus Christus vanuit de doden. Hier blijkt dus dat hij uh, verwekt tot nieuw leven. En dat, maakt een, en dat maakt hem vader in een hele bijzondere zin. Namelijk, hij is niet alleen maar vader dus van de hele. Oude schepping, in die zin is hij de vader van elk schepsel, maar hij maakt ook weer een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping is feitelijk begonnen bij wat je hier leest, de opstanding van Jezus Christus vanuit de doden. Toen is nieuw leven aan het licht gekomen en degenen die vandaag geloven, zijn in, nu opnieuw verwekt, ook een, Paulus noemt dat dan vooral, een nieuwe schepping. En dat geeft aan dat hij niet alleen de vader is van de oude schepping, maar ook van de nieuwe schepping. Maar dat. Hij de vader is van de nieuwe schepping, ja dat is iets wat alleen gelovigen nu nog maar weten. Alleen gelovigen zijn een nieuwe schepping, de rest nog niet. En dat maakt dat, dat gelovigen op een bijzondere wijze kinderen God zijn. Ziet u, dus Hij is de vader van alle schepselen, sowieso, en Hij is ook de vader van een. Nieuwe schepselen, nieuwe schepping. En dat is op dit moment alleen nog maar weggelegd voor de, dat bijzondere vaderschap, uh, weggelegd voor gelovigen. Maar ik zeg er meteen bij, dat is een momentopname, want dat is de huidige situatie, degene die hem vandaag mogen kennen. Maar uh, hij is de vader van het nieuwe leven, maar dat betekent dat hij dat straks zal zijn van alle mensen. En nou citeer ik uh, de, de apostel Paulus in Filippenzen 2... en dan zegt hij dit, en u kent het vers ongetwijfeld... het heeft hier al zo dikwijls geklonken. Maar het is zo'n geweldige waarheid. Het is, ik noem het graag het slotakkoord... Van, van de hele bijbelse historie... van de heilshistorie, om zo te zeggen. Dat wil zeggen... Uiteindelijk eindigt het in een geweldig halleluja. En dat wil zeggen, elke knie gaat buigen. Paulus die boog zijn knieën al nu al, en dat doen wij ook. Maar er komt een moment dat alle knieën gaan buigen. En maar ook elke tong. Niet, dat is geen lippendienst, hè? Dat is de, de lippen dat is de buitenkant, maar de tong. De binnenkant. Dat geeft aan dat het inderdaad. Van binnenuit komt. Dat blijkt uit allerlei andere manieren, maar ook. Maar elk, dat hoef ik hier niet te verdedigen: elke tong zal toejuichen dat Jezus Christus Heer is. En dan staat erbij: tot heerlijkheid van God de Vader. Van heer, tot heerlijkheid van God, let op. De Vader. En dan is het moment aangekomen. dat al die tongen. of al die knieën. en al die schepselen. Die, dat, die hun knieën buigen. en die dit beleiden en juichen. dat zij inmiddels ook dat nieuwe leven hebben ontvangen. En dan is die een vader ook. inderdaad van heel de nieuwe schepping. Dan is er namelijk geen eens een oude schepping meer. Dus hoe dan ook. Gods vaderschap. Is universeel. Ik neem u nog mee naar een andere schriftplaats. Efezes 4, vers 6. Paulus bezinkt daar in die verse... De, de geweldige eenheid die God tot stand heeft gebracht. En wat de kenmerken ook zijn van die eenheid die wij vandaag mogen vormen. Eén lichaam, één geest, één Heer. En dan zegt Hij er ook bij, en zo sluit Hij dan ook af hij noemt zeven kenmerken van die eenheid en dan sluit hij af. Dit is het zevende en feitelijk ook het niet alleen een eindpunt, maar ook het hoogtepunt. Hij zegt: "En één God." "En Vader van alle." "Eén God." Dat is dat de echo die overal in de schrift weer klinkt. Eén God, dat is de belijdenis, de meest fundamentele van allen. Dat zei de heer Jezus ooit al toen een schriftgeleerde bij hem kwam. Wat is, wat is het eerste gebod van allen? En als een goed orthodoxe Jood zei de heer Jezus, als ik het zo mag zeggen. Ja. Heb je niet gelezen? Hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. Er is maar één God. En omdat er maar één God is, Hij is uniek. Maar omdat er geen anderen zijn, moet hij dus wel de, de oorsprong en daarmee dus de vader zijn van allen. Dus dat unieke, dat, dat ene, dat heeft alles te maken met dat universele. Als je het ene ziet, zie je het andere ook. Als je, trouwens het, als je niet ziet dat er maar één God is, dan zie je ook dat universele vaderschap niet. Dat is een uh, doordenkertje trouwens. Dat heeft alles met elkaar te maken. Eén God. Als je, weet, als je eenmaal weet dat er één God is, dan weet je, er, is, er kan er ook maar één zijn. die alles beschikt, die alles plaatst, die alles leidt en die alles tot een goed einde brengt. Wie, wie zou dat kunnen verstoren? Bij God, als er maar één God is, dan kan er nooit iets misgaan. Als je dat weet, ja, dan heb je, dan heb je rust, dan heb je vrede. Let op: één God en Vader van allen. En of je dit nou betrekt op de oude schepping of op de nieuwe schepping, in beide gevallen is het uiteindelijk sowieso waar. Dus God is inderdaad universeel vader. Trouwens, eventjes tussendoor. Vader, dat woord universum, dat is geen bijbels woord hoor, maar het woordje universum, dat is, heel, dat is wel mooi. Om dat te bedenken, dat is een aanduiding van het heel, heel al. Hè? Dus het is één geheel. Het, het al is heel. Maar het, wij noemen dat ook universum. Maar letterlijk betekent dat, als je die unie en dan versum, dat, dat unie dat betekent het één. En dat versum, dat heeft te maken met wenden of keren, draaien. En letterlijk betekent universum gekeerd tot de ene. Wauw! Het is een belofte, mensen. God is inderdaad de God en vader van het universum. En het al keert zich tot de ene. Waarom? Wel, het is uit hem voortgekomen. Hij is de vader van allen. Hij is daarom ook boven allen. Lijkt mij nogal wieders. En hij is door allen. Die is wat moeilijker. Maar ik versta het zo. Dat hij ook degene is die door alles en door allen alles daar brengt waar hij het hebben wil. Uit hem, door hem, tot hem. En ook inderdaad tot hem en letterlijk en in allen. Ziet u? Hij is de vader van allen, boven allen, door allen en in allen. Dat is trouwens God's grote ultieme doel. Dat hij zal wonen in elk schepsel. God, alles. In alle. Ik wil u dan nog wat vertellen over de Hebreeuwse symboliek. Want het woord voor vader in het Grieks. Ja, in het Grieks, dat heb ik u al verteld, dat is pater. Dat is trouwens in het Latijn ook. Maar in het Hebreeuws is dat Ab. En dat, is, dat bestaat uit de eerste twee letters van het alfabet, al-fa-bed, alef bet dat is, en, uh, Je ziet dat ook terug in allerlei bijbelse namen, ab dat betekent vader van vele volkeren, of ab saloom dat betekent vader van vrede, of ab-ner, dat betekent vader van licht, nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ab, dat is het woord, dat is de korte vorm van vader. En het mooie daarvan, en dat is Hebrews, dat is de taal, dat betekent Hebreeërs eigenlijk ook, het is de taal van de andere kant. Dat is niet een taal uit deze wereld, het komt van de andere kant, van God zelf. En dat zie je ook in de symboliek terug. De, dit is zo geweldig, de sprake die daarvan uitgaat. Ik wil een paar dingen, een paar uh, ja, diamantjes daarvan wil ik toch even laten schitteren vanmorgen. Ik kan het niet nalaten op deze Vaderdag. Uh, dat, uh, te delen met u. Dat, woordje, dat Die eerste letter, uh, dat is de Alef. Uh, in het Grieks is dat dan de alfa. Uh, is er nog tijd? Ja, ik, ik, ik zeg het nog even, onze alef uh, of onze a is eigenlijk ook gewoon: die komt uit het Grieks. Maar letterlijk, het is eigenlijk een, als je het omdraait, is het gewoon de kop van een rund. Dat is eigenlijk wat een alef ook is. Wat ziet u? Twee horens en de kop. Die alef in het Hebreeuws, die eerste letter, is een beeld van God zelf. Het, is, ja, het staat ook voor de één. Hebreeuwse letters zijn net als met Romeinse letters. Dat zijn ook cijfers. Dus de eerste letter staat voor de één. De alef is het getal van God. Die één is. Je zou wat ik nu zeg, je zou daar een hele, daar zou je een, nog veel meer over kunnen vertellen. Ik wil, ik laat ik, me, ik moet me op me beperken, maar even dit. Dat woord Alef betekent: het is de eerste, het is daarmee ook het hoofd, het is het getal van God, de letter van God. Ik ben de Alfa of de Alef, dat is het. Die tweede letter, dat is de Bet, Alfa Bet. Bet, en bet is een, de, ja, de tweede letter, maar dat is eigenlijk ook het woord voor huis. Denk aan bijvoorbeeld uh, heel veel bijbelse namen die zo beginnen, Bethlehem, dat betekent huis van brood. En dat woordje bet is huis en daarmee ook de aanduiding van een familie. Hè? Ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Het is de familie. Het, is ook, het staat ook voor het getal twee. Als, als de Alef de ene is, dan is de Bet de twee. Het staat ook voor de schepping die allemaal bestaat uit ja, dualiteiten, zoals dat met een mooi woord heet hemel en aarde, wit en zwart, licht en duister, etcetera, land en zee. De schepping, die schepping is ook uh, een huis. God heeft deze schepping voortgebracht. Hij is de ene. Hij bracht de schepping voort. Daar begint trouwens het boek Genesis ook mee met de beet. De eerste letter van de Bijbel is een beet. Dat is de schepping, hemel en aarde. Waarom? Omdat God in die schepping wil wonen. Het is trouwens ook een voorzetsel. Even voor de fijnproevers, het is ook een voorzetsel en dat betekent het in. Dat is precies waar je in woont. Denk daar eens aan. Het woord, eh, het woord ab, dat verwijst naar God. Die in zijn huis woont. En die daar centraal staat. En die ook gaat over zijn huis. Die niet alleen maar de oorsprong daarvan is. Maar ook verantwoordelijk is voor het hele wel, voor het welzijn van het huis. Dat is wat vaderschap is. Dat is toch geweldig als je daaraan denkt. Dat we niet, uh, dat we niet op, uh, op God gaan projecteren wat wij doen. Dat is allemaal zo zielig. Het is, het is omgekeerd. Dat is zo geweldig. Hij is de Vader, perfect, en wij mogen weten dat ons vaderschap daarvan is afgeleid. Daarnaar is genoemd. Nu wil ik je nog wat vertellen, want dat woordje Abba, Vader, dat is de volle vorm van het woord Vader. Dat is ook feitelijk het verhaal van de schepping. Het begint en het eindigt bij God. Hij is de Alef. Daar begon het mee. Moet je van links naar rechts uh, in het Hebreeuws lezen. Dus, uh, het begint bij de Alef. Dan krijg je die, hij die zijn schepping ontwerpt en bouwt. En daarin woont. En uiteindelijk woont hij ook daadwerkelijk in zijn schepping. Hij was voor de schepping alles in zichzelf. En aan het eind van het verhaal, aan het eind van de ajonen van de hele historie, is die alles in allen. Dus dan heeft hij de hele familie, dat wat hij voortgebracht heeft. in oude en in de nieuwe schepping. opdat hij in alles de eerste zou zijn. heeft hij tot een goed einde gebracht. Dat is Abba. God, die wij zo mogen noemen. die is, staat garant voor de goede afloop van heel de schepping. Weet je, en dat is het allerlaatste wat ik erover wil vertellen. Dit is het woord. God, ab. Maar er zit nog een letter tussen. En dat is feitelijk het kloppende hart. Het staat centraal. Als je een venster opent, om zo te zeggen, dan zie je dat dit in het middelpunt staat van de vader. En, dat, en hier staat in het Hebreeuws, voor degene die niet zo uh, elke dag Hebreeuws lezen. Hm? Hier staat in het e Hebreeuwse woord ahaf. En ahaf, dat is het woord voor liefde. In de liefde drukt God zich uit wie Hij is, namelijk een vader voor heel Zijn schepping. En zo komt in dat verhaal met een in die hele historie van de Ionen, waarin goed en kwaad allemaal een rol speelt, en Hij is de beschikker. Hij maakt geen fouten. We begrijpen uh, er soms helemaal geen bol van, of heel vaak, of meestal, of bijna altijd uh, niks van. Maar Hij is ook God. Hij is een Vader. En Hem kunnen we volledig restloos vertrouwen. En Hij beschikt alle. Hij is boven alle. Hij is, ook niet te hij is ook niet te vatten. Nee, maar Hij is ook door alle en uiteindelijk in alle. En Hij gaat in Zijn schepping wonen. En zal ook blijken dat heel Zijn wezen liefde is. God is liefde. Hij is Vader. Abba, Vader. Zullen we dat zingen met elkaar? Abba, vader, een bekend lied. Nou, dat leek me wel heel erg ter zake om dat vanmorgen met elkaar ook hier te zingen. Zullen we met elkaar nog deze samenkomst afsluiten met dankgebed? Nou ja, afsluiten niet helemaal, want er volgt nog het een en ander. Maar laten wij bidden en vooral ook danken. Machtig God en Vader, wat is het geweldig dat we u zo mogen kennen en mogen aanroepen als de ene God. Maar ook als de ene vader van heel uw schepping. We danken u dat we dat mogen weten en dat dat eigenlijk ook alle verschil maakt. Dat betekent namelijk dat alles in goede handen is en dat alles ook bewust met een doel tot stand is gekomen. Dat ik en geen enkel schepsel er voor niks is en dat er ook nooit iets voor niks gebeurt. U bent God. Maar ook u bent een vader. U bent volledig te vertrouwen. Niet na te rekenen. U bent inderdaad boven alle. En ook ver boven alle. En toch zo dichtbij. Waar we altijd op kunnen rekenen. Die ook altijd zijn woord waarmaakt. En die een geweldige belofte heeft. En dat is dat hij de hele schepping, dat wat hij zelf bedacht en gemaakt en gecreëerd heeft. Ook tot een goed einde gaat brengen. En dat niet alleen de bestemming perfect en volmaakt is, maar dat zijn weg daarnaartoe ook nog eens de beste is. De beste altijd. Wat is het geweldig dat u zichzelf zo hebt bekendgemaakt en dat we u zo Abba-vader mogen noemen. En dat dat ook in alles, ook in uw woord, naar voren komt. Gebracht wordt, niet alleen onderwezen wordt, maar ook geïllustreerd. Zoals in de Hebreeuwse letters zien we het terug. En dat wat een, een, een kind, een Hebreeuws kind als eerste stamelt, Abba. De simpelste, de simpelste letters en de simpelste manier van spreken. Dat drukt precies uit wie u bent. Inderdaad een papa, een vader. De oorsprong van heel uw schepping. We danken u vader. Dat u ook op een hele bijzondere wijze de vader bent van onze Heer Jezus Christus. Degene die u ooit verwekt hebt uit de Maagd Maria. Hoe schamper de wereld daar ook op mag neerzien en dat voor onmogelijk verklaart. Maar dat u ook de vader bent van hem die u uit de dood heeft opgericht en deed opstaan. En zo nieuw leven aan het licht brengt en hebt gebracht. En dat nieuwe leven dat wij nu al mogen kennen, dat wij vandaag al onze knieën hebben gebogen. En Heer, geef maar dat ieder dat hier, die hier in deze zaal zit, ook daadwerkelijk gedaan heeft met zijn tongbeleid. Jezus Christus, Hij is Heer. Maar we weten, hoe dan ook, er komt een moment dat niemand daar meer buiten zal vallen, want ieder zal dan overtuigd zijn over. Door de overmacht van uw liefde, Vader. Want daar kan geen schepsel tegenop. Uw liefde gaat nooit stuk, is verdwijnt ook niet, kan niet verdiend worden, kan ook niet kwijtgeraakt worden. Het is geweldig dat we daarin mogen rusten. Heer, we danken u dat we daarom mensen mogen zijn met een geweldig uitzicht. En dat we weten het. Allerbeste dat gaat nog komen. En dat we dat ook mogen uitstralen. We danken u, vader, dat we ook een dag als deze bepaald mogen worden bij wat vaderschap echt is. Niet als een kunstje, maar wat het echt is, en dat we daarbij altijd weer naar boven mogen kijken. En dan ook niet teleurgesteld worden in tegendeel. Dat, doen, dat gebeurt als we op onszelf zien. We danken u zo voor dit samen zijn, dat we elkaar mogen aanmoedigen. We danken u voor de rijkdom van uw woord en dat we dat er, ja, dat mag er inderdaad, dat mag er uitknallen. En dat we dat mogen spreken en daarvan mogen getuigen. We danken u zo voor de onderlinge band, de eenheid die we mogen beleven in het kennen van u... En dat we die vreugde elke dag ook in ons hart mogen omdragen en mogen uitdelen aan wie het maar horen wil. Zo, in dat besef danken we u voor alles. En we bidden u voor verlichte ogen en diep besef wat dit alles betekent. In de naam van uw zoon, onze Heer Jezus Christus, de redder van deze wereld. Amen. Nou, heb ik zojuist een instructie gekeken, maar, maar ik ben hem alweer vergeten. <laughs> gaan we nou eerst een lied zingen? Nog, of gaat er nog iets uitgedeeld worden? Ik heb geen idee wat, maar. Eerst la laten we. Ja, dat lijkt mij ook, ja, want dat is al een beetje rommelig om dat dan daarna nog eens te doen. Weet je wat? We gaan zingen een lied dat er ook helemaal op aansluit. Zie ik sterren aan de hemel staan? Ja. Niet slaan, staan. En uh, als ik staan zeg, dan klinkt daarin ook een oproep. Ja. U, kunt, u kunt straks nog even gaan zitten daarna. Je mag nog even plaatsnemen, heb ik begrepen. En gewoon rustig afwachten. Lieve mensen, deze samenkomst is daarmee beëindigd. Het bent u allemaal voorzien. Ik uh, heb begrepen dat er achterin voor mij ook eentje. Boas, wil je hem eventjes uh, even bukken allemaal? Ik zou zeggen beste mensen, een hele goede zondag allemaal. God zegen en tot ziens.